Crimineel Nico V. is opgepakt. De politie heeft vanmorgen invallen gedaan in Horen, Zwaag en Oosterblokker, allemaal in Noord-Holland. En bij één van die invallen zou V. dus in de boeien zijn geslagen. Maar wie is die Nico V. ook alweer? Misdaadverslaggever Mick van Wely. Hij is lange tijd in verband gebracht met de moord, de liquidatie van Cor van Hout in 2000. Dat was een mislukte liquidatie. En daarnaast was hij de boezemvriend eigenlijk van Sam Klepper, die eveneens later is geliquideerd. Nico is ooit ook veroordeeld voor een schietpartij in een café en staat bekend eigenlijk als de schrik van Hoorn. Iemand tegen die mensen ook niet durven te getuigen. Wel een vluchteboef. Nou, het enige wat we weten is dat er een groot financieel onderzoek draait. Dat zou een mogelijk verband kunnen houden met een brand in zijn woning. Er zijn twee verhalen eigenlijk die eronder doen. Dat is dat hij misschien verzekeringsgeld probeert op te strijken. Het andere verhaal is dat hij inderdaad een aanslag op zijn leven zou zijn. Maar de politie wil er nog niets over zeggen, maar komt later deze dag met een mededeling.